Breda Nu. Je weet het meteen. Beschaafd wapengekletter bij het jeugdschermtoernooi die schermvereniging Pallas organiseerde in de gemeentelijke sporthal aan de Topaastraat. Ik ben inderdaad een van de trainers hier van deze vereniging, Pallas Breda. En wij organiseren nu voor de tweede keer het Nederlands jeugdkampioenschap Nederland. Dat is nog net wat ik wil vragen. De hoeveelste keer is het? Dus u zei al de tweede keer. Dit toernooi, is dit een hoogstaand toernooi internationaal? Internationaal niet. Nationaal natuurlijk wel. Het is het Nederlandse kampioenschappen. Dus het is het hoogste punt van het seizoen, zeg maar. En de mensen willen zich hier klassificeren, willen hier punten scoren en willen medailles bekers halen. Ja. En ik zie het is jeugd. Tot hoeveel jaar gaat dit? Dit gaat tot 21 jaar. Tot 21 en de jongste zijn? De jongste zijn, ik schat een jaar of 10, 11. Zo. Ja. Hoeveel wedstrijden worden hier nou op een dag gespeeld? Dat is een beetje moeilijk uit te tellen. Maar je moet weten dat er 3 wapens zijn. Floret, degen, sabel. En daar zijn voorrondes. En het ligt er natuurlijk aan hoeveel deelnemers zich ingeschreven hebben. Maar meestal zijn het een groep of 6 die dus met elkaar schermen in de voorronde. Daaruit worden dus de winnaars getrokken. En dan schermen die weer verder. Dus ja, het zijn wel een flink aantal partijen die hier geschermd worden. Ja. Je weet het meteen.